Beste kijkers, ik sta hier voor het mooie beeld in Schoondeken. Voor iedereen waarschijnlijk wel bekend. Maar tussen Schoondeken en Breskens is er een keileuk idee ontstaan. Carolien zal ons hier meer over vertellen. En ik woon in Schoondeken en we doen altijd graag leuke dingen organiseren voor het dorp. Dus ik zit ook in verschillende commissies en we verzinnen altijd van alles en we hebben vandaag weer iets nieuws bedacht. Je hebt samen met enkele andere mensen een keileuk idee bedacht. Hoe kwam je op dit idee en kan je hier iets meer over vertellen? Nou, keileuk is in ieder geval al een goede inkopper, hè? En het kwam eigenlijk uit Breskens. Daar hadden we gezien dat ze stenen verstoppen. En niet gewone stenen, echt beschilderde stenen. En dat vonden we eigenlijk een hartstikke leuk idee. En landelijk wordt het blijkbaar ook heel veel opgepakt. Dus we dachten, we gaan eens kijken of we dat hier in Schoondijk ook kunnen doen. Zoals ik begreep, zijn daar ook kinderen bij betrokken. Hoe heb je die zo enthousiast kunnen krijgen? Nou, weet je wat zo leuk is? Het is een heel project natuurlijk, want ze moeten stenen verzamelen en schilderen en verstoppen. En ja, we weten gewoon dat de kinderen in Schoondijken, maar overal eigenlijk wel, het leuk vinden om te speuren en te zoeken. Dus dat was geen punt om ze enthousiast te krijgen. Kan je zomaar iedere steen gebruiken of zijn er speciale stenen? Nou, ik denk wel dat je alle stenen die je tegenkomt kan gebruiken, want ik heb al kleine keien gezien, maar ook echt wel zulke stenen die ze beschilderd hebben. Dus eigenlijk kan je alles gebruiken waar je tegenkomt. Kunnen mensen zich aanmelden om aan dit project mee te doen en bij wie moeten ze zich dan aanmelden? Aanmelden hoeft eigenlijk niet. Als je een steen hebt en je hebt hem beschilderd, dan leg je hem weg en iemand anders vindt hem en die heeft hem weer een ander mooi plekje in het dorp. Of buiten het dorp, dat hebben we ook al gezien, dat gebeurt ook. Want ze gaan eigenlijk zwerven, het zijn zwerfkeien. Dus dat is een beetje het idee. Alle stenen zijn te herkennen door wie ze gemaakt zijn. Zit hier een speciale reden achter? Ik denk dat niet iedereen dat doet, maar het is wel leuk als je een steen tegenkomt en je ziet er bijvoorbeeld een roze hartje op. Dat je denkt van, oh, dat roze hartje, dat weet ik, dat hoort bij Carlien of dat hoort bij die. En zo zijn er verschillende mensen die hun eigen signaal geven aan hun steen om herkend te worden. Maar ik zie dat bij onze kinderen, die vinden het leuk om te schilderen, maar voor de rest zitten daar geen geheime codes aan vast. Okay. De stenen die de mensen vinden of tegenkomen, die mogen ze houden. Vind je dit niet zonde? Nou, eigenlijk is het net wat de mensen leuk vinden. Sommigen zijn echt heel mooi en dan vinden kinderen het moeilijk om ze eigenlijk terug te leggen of op een ander plekje te leggen. En dan neem je hem mee naar huis en wil je hem volgende week ergens anders leggen. En dan leg je hem volgende week bijvoorbeeld ergens anders. En vind je hem leuk op je kastje staan, nou, dan laat je hem daar lekker liggen. Het is wel leuk natuurlijk als je dan een andere steen weer daarvoor in de plaats weglegt. Zodat er steeds meer stenen te vinden zijn. En dit is mijn laatste vraag. Om een steen te versieren, moet je dan mooi en goed kunnen schilderen? Nou, het is al heel vlug mooi, hè? Want als jij een saaie steen hebt en je zet er een paar mooie kleuren op, is dat vlug een mooie steen. Maar ik heb ook al kunstwerkjes voorbij zien komen dat ik denk van nou, die hebben dat al vaak gedaan. Ik ben zelf ook nog aan het oefenen en ik vind het niet zo makkelijk. Maar er zitten echt hele mooie juweeltjes tussen. Maar je moet straks maar eens kijken wat er hier allemaal ligt. En dat zijn toch wel knappe kunstwerkjes, vind ik zelf. Dus tussen Schoondeken en Breskens kan je deze leuke Picasso-stukjes vinden. Verveel je eigen of weet je niet goed wat je moet doen? Ik zou zeggen, ga lekker op jacht. Kijkers, bedankt en ik ga nog een paar stenen verstoppen.